Want Saskia, deze gebieden worden helaas vaker getroffen door ernstige droogte. Mm-hmm. Dit is echt extreem. Ja. Wat maakt het nu zo extreem? Ja, het is een combinatie van factoren. Wat vooral speelt is dat het klimaat op dit moment echt er heel erg hard in hakt. Het is de ergste droogte in 40 jaar volgens de Verenigde Naties. En wat er is gebeurd in de Hoorn van Afrika, dus dan hebben we het over Somalië, Ethiopië, het noorden van Kenia, is dat er 3 regenseizoenen op rij nauwelijks een druppel is gevallen. Dus het regent nauwelijks meer. En daardoor, nou, je ziet het ook, daardoor verdort het helemaal. Er is geen gras meer voor de koeien om te eten. De koeien die komen om. En je moet ook weten, met name in die regio is vee echt alles wat mensen hebben. Dat is hun hele hebben en houden. Dat is hun spaarrekening, hun portemonnee. Een levensonderhoud. Vlees, melk, dat is echt alles. En ik heb vooral in Noord-Kenia verhalen gemaakt, ook daarover. En ja, mensen gesproken die gewoon al hun beesten, duizenden beesten, zijn kwijtgeraakt. En inmiddels loopt het op in de miljoenen dieren die nu ook zijn omgekomen. Ja, want over hoeveel mensen en dieren hebben we het? We hebben het over zeker miljoenen beesten, dieren, dus geiten, kamelen, koeien die zijn omgekomen. En volgens de Verenigde Naties zijn nu 14 miljoen mensen extreem voedselonzeker, acuut voedselonzeker in de Hoorn van Afrika. En zij vrezen dat als het zo doorgaat, dus ook als dit regenseizoen, wat nu is begonnen, maar wat heel erg tegenvalt tot nu toe, dat dan 20 miljoen mensen acuut voedselonzeker zijn. En dat betekent acuut voedselonzeker, dat is al net niet de fase van hongersnood, maar dan is het wel echt levensbedreigend.